ringing me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Op Zoom aangekomen en we lopen nu naar het hotel toe. Het is wel een stukje lopen. Het is echt super mooi weer. En ik heb nu de luxe dat ik een man mee heb die mijn koffer draagt of eigen rolt gewoon. Dus dat hoef ik gelukkig nog niet te doen. En straks als we in het hotel aankomen, zal ik even de hotelkamer laten zien. En we zitten een beetje in een parkachtige omgeving, zoals je een beetje achter me kan zien. Wel een luxere wijk volgens mij. En ik moet heel nodig plassen. En Robert ook. Want na 4,5 uur in de trein zitten en de bus moeten we echt naar de wc. Dit ons uitzicht met hier kast. Aan deze kant grote kast top tot teen. Zo. En we hebben hier de wc, maar daar zit Robert nu op. En we hebben hier een bed, een tweepersoonsbed. Met een kleedgoedrijtje en een spiegel. En we hebben hier de televisie, een computer en alles in één volgens mij. Nou, een beetje ouderwetse gordijnen. En wat ik wel heel tof vind is dat ze hier een Nespresso apparaat hebben. Dus we kunnen onze eigen koffie maken. Dat vind ik echt wel heel erg, ja, vind ik heel erg luxe. Vind ik dat wel fijn als ze koffie en thee op de kamer hebben. En dit is ons uitzicht over het water. Echt heel cool. En dan ga ik nu even naar de badkamer. Dit is de badkamer, douche met bad, wc, daar ben ik, hallo, föhn, nou met de wasbak, noem maar op. Dus dat is onze hotelkamer, niet heel luxe, niet heel groot, maar prima om te doen. En we gaan dus nog even een beetje verkennen, we gaan nog even eten, noem maar op. En ik ga nu zo sushi rijst maken, want ik moet echt heel veel maken. Dus dat ga ik nu eerst doen. Nou, we lopen nou door de straten in Berg of Zoom. We zijn eigenlijk op zoek naar een pizzeria, want we hebben allebei zin in pizza. Maar er is nergens pizzeria te vinden. En we zijn al een stuk of 4 Griekse restaurants tegengekomen. Dus we zijn al zo doorgegaan, dan gaan we Grieks eten. En ja, dus we zijn nog een beetje op zoek. Hopen dat we een pizzeria vinden, want we hebben allebei wel zin in de pizza. Dus we shall see. Nou, we zijn net terug van het eten in de stad, in Berg op Zoom. En we zijn naar een pizzeria geweest, eigenlijk in gevoel naar het vragen. Maar echt, ik heb nog nooit bij zo'n verschrikkelijke pizzeria gegeten. Echt gewoon, ze doen heel Italiaans overkomen, maar het zijn absoluut geen Italianen, echt helemaal geen pizza. Echt de pizza van de Aldi uit de vriezer is gewoon nog lekker, echt waar, geloof me. En dus we hebben niet eens de hele pizza opgegeten en we hebben nu, ik kan het even pakken, een heel klein beetje Domino's opgehaald. Of eigenlijk heb ik zinnensticks opgehaald en Robert heeft nog aardappeltjes gedaan, want we hadden gewoon nog zin in wat lekkers, want
echt, die pizza was niet te eten. En nee, zoals je achter mij ziet, ik ben nu weer op de hotelkamer. En achter mij op de tafel, daar zie je het rijst staan wat ik allemaal gemaakt heb. En je ziet hier ook nog rijst staan. Ik moet allemaal rijst aan het maken voor morgen voor de sushi. Ja. Want, ja, echt waar. Ik moet morgen voor ongeveer 100, echt 100 mensen sushi maken. Ik heb er echt heel veel zin in. Waarschijnlijk ga ik zelf niet heel veel plezier hebben die dag. Of plezier. Natuurlijk ga ik wel plezier hebben, maar ik ben er niet helemaal om in mijn vrije tijd leuk rond te rollen. Want ik moet echt heel veel sushi rollen. Ik moet 80 rolletjes maken, dus dat is 650 stukjes, 560, ja, 650 stukjes ongeveer. Heel veel. Maar ik heb er heel veel zin in, dus we gaan nu zo nog lekker even televisie kijken hier op bed. Nog lekker even gewoon lekker gezellig met z'n tweeën en dan lekker vroeg op bed, omdat we morgen een lange dag hebben. En morgen ook weer terug naar huis. Dus geslaagd de eerste dag. Was leuk, behalve de pizzeria. Echt berg op zoom, geen goede pizzeria. Niet even.